Mobile, social en big data. Hoe speel je hier als uitgever het best op in? Dit is Media Facts Nationale Uitgeefdag Radio. Ze is hoofdnieuwe media bij NOS. Lara Ankersmit. Uh, je bent nu anderhalf jaar in dienst bij NOS. Uh, je gaat een update geven over die anderhalf jaar, wat er allemaal gebeurd is. Wat vind je dan eigenlijk de belangrijkste ontwikkeling? Nou, ik kijk zelf eigenlijk heel erg naar uh, wat de consument. Of de gebruiker uh, um, ja, doet. Um, ik probeer heel erg te kijken van uh, wat hebben mensen, welk op welk gebruiksmoment willen ze? Wat voor soort, ja, in ons geval, nieuws of, of sportnieuws uh, bekijken. Wat voor uh, spulletjes hebben ze aangeschaft? Uh, qua gadgets, devices. Uh, en hoe kunnen wij daar met ons, uh, ja, toch heel veel wat we hebben uh, met nieuws, uh, nieuws op inspelen. Daarvoor zijn we ook uh, bijvoorbeeld met, uh, met, uh, met de mobiele apps uh, gestart dit jaar. Uh, om ja, uiteindelijk is dat een behoefte die. De gebruiker heeft. En wat wij dan proberen is daar iets neer te zetten. wat ja, weer een heel erg een factor heeft. wat op dat moment weer heel gebruiksvriendelijk is. of heel innovatief. Nou, wat is dan de belangrijkste verandering geweest? Nou, ik denk dat, uh, dat, dat mediabedrijven. Uh, dat is dus niet, niet per se een verandering bij de NOS. Maar misschien bij mediabedrijven. Waar, waar, je, waar, je waar je vaak uh, heel erg bezig bent geweest met het maken van, een, van één product. Een, een eindproduct. Een televisieuitzending, een programma. Een, een magazine, een krant. Noem het maar, maar, maar op. Dat, dat moet je loslaten, zeg maar. En, 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 en dat moet je uh, gaan inpassen in het leven van, van mensen. Dus ik denk dat dat een grote verandering is geweest. En die is ook bij de NOS groot. Maar die is. Dat is, niet, is niet, niet uniek voor de NOS. Ben ik wel nieuwsgierig. Wat gaat er de komende jaren nog bij de NOS gebeuren? Nog iets spectaculairs? Um, nou, ongetwijfeld. Uh, maar als je me nu vraagt wat een belangrijk speerpunt ook gaat worden, hebben we natuurlijk. Um, al, al aangegeven van internet first, dat is een soort um, ja, meer productie eigenlijk, of sneller produceren, uh, niet meer wachten op, op deadlines van, van, van acht uur journaal of andere journaals. Waar we nu naartoe gaan is uh, gewoon kijken hoe we dat nieuws ook kunnen verbreden. Uh, hoe kan je meer ja, internetnieuws of, of digitaal nieuws, uh, is toch een andere nieuwsbehoefte die mensen hebben. Uh, andere, andere media verdwijnen of worden minder, minder relevant voor mensen. Uh, als je mensen vraagt van jong tot Oud. Uh, uh, hoe ze nieuws consumeren, dan zegt eigenlijk nou, bijna iedereen zegt van nou voor, voor het nieuws ga ik naar internet. Jarenlang was natuurlijk het 8 uur journaal de belangrijkste nieuwsuiting uh, van de NOS. Uh, is het nu echt internet first? Nou, dat, dat, dat gebeurt. Dat is sowieso het geval. En ja. uh, dat is nu al zo. En dat is eigenlijk altijd. Dat is al een hele lange tijd natuurlijk zo. Bij de NOS hebben we gezegd: wij gaan dus ook niet meer wachten tot het acht uur. We publiceren het zodra het klaar is. Een uh, uh, goed voorbeeld bijvoorbeeld met, met Nieuwsuur. De interview van Twan Huis met Geert, Geert Wilders. Ja, dat was s'avonds pas in Nieuwsuur. Maar dat was smiddags al op de site. We Probeer dat veel sneller te publiceren. En voor mensen die op dat moment tijd hebben. en het willen consumeren, prima. En voor mensen die gewoon denken: van nou, s'avonds, dan krijg ik even de wrap-up. Uh, uh, daar, 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 daar voldoet natuurlijk een acht uurjournaal heel goed, uh, voorziet heel goed in die behoeften. Ja. Heb je als uh, hoofdnieuw media van NOS nog een uh, goede tip voor de uitgevers? Nou, ik denk dat je heel erg um, um, ja, toch wel moet experimenteren uh, met, uh, met, uh, met de mogelijkheden die, die er zijn, ja, om het maar even heel breed te zeggen. Um, uh, je, je, je kunt eigenlijk ja, uh, relatief snel goed en goedkoop uh, uh, dingen maken. Uh, het is allemaal, uh, ja, digitale producten zijn over het algemeen goedkoper dan de traditionele mediaproducten die gemaakt worden. Um, dus je moet heel erg durven te experimenteren, zeg maar. En ik denk dat de consument heel erg, uh, ja, heel erg moet kijken wat de consument doet. En, uh, en, en, en die volgt eigenlijk, die, om die te gaan volgen. En als ik dan naar je lezing ga, wat kan ik verwachten qua update van de NOS voor de komende tijd? Nou, Ik denk dat ik heel veel voorbeelden zal gaan laten zien van, uh, van de producten die we gemaakt hebben eigenlijk. Eenkijkje uh, geven in hoe dat uh, gemaakt is en uh, wat dat gedaan heeft uh, bij, uh, bij de bezoekers. Dus kan je denken bijvoorbeeld aan uh, nou, de apps waar we het net al even over hadden, de mobiele apps, maar ook bijvoorbeeld de Connected TV-app. Die uh, um, ja, wat, wat we tijdens de Sportzomer hebben ingezet, een hele mooie, mooie app eigenlijk. Die ja, wat kleiner bereik heeft. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dat misschien nog niet allemaal zelf hebben gezien. En dan krijgen ze dat uh, op 7 november. En, uh, een mooie overview van oftewel een mooie inspiratiebron waar je als uitgever ook veel aan gaat hebben. Lara Ankersmit, dankjewel. Mediafacts, Nationale Uitgeefdag Radio, powered by voicebooking.com.